De Interfaculty Graduate Studies and Research, IGSR, heeft veel slagen moeten maken om de eerste post-masteropleiding Finance and Control in samenwerking met de Erasmus Universiteit in Nederland voor elkaar te krijgen. IGSR-decaan Rosita Sobi zei gisteren bij de lancering van de studie dat de samenwerking een mijlpaal is. Plus begin je met een eenvoudige master die je dan zelf opzet en dat komt er ook. Maar waarom zeg ik de eerste? Want je kent IGSR al en je zult je denken van ik heb vaker hier over de studies van hier gehoord. Klopt, toen waren we een stichting en nu zijn we volledig onder de universiteit en we hebben een speciale taakstelling dat we dus interdisciplinaire masteropleidingen en onderzoek en postmasteropleidingen mogen doen. En dat is dus vanaf februari van dit jaar, 2023, maar wij zijn eigenlijk met de voorbereidingen reeds 1 november toen gestart. En wij, toen was ik dus de benoemde decaan, samen met mij eerst mevrouw Manohar als secretaris en nu mevrouw Nanku, zijn we dus aan de slag gegaan en in de voorbereiding op dit moment hebben we dus niet 1, niet 2, maar 5 masterprogramma's in voorbereiding, waarvan 1 deze postmaster. Volgens Sobi zijn er 5 masterprogramma's in voorbereiding. Professor Philip Francis van het Erasmus Research Institute of Management geeft aan dat er al een jarenlange samenwerking bestaat met het IGSR die niet moet verwateren. Zo zie je dat de geschiedenis allerlei mensen aan elkaar verbindt. En vandaag dan dus de officiële launch. Waar denk ik professor Commandeur hier zeker, want ik ken hem, hij is erg breedsprakig, 20 minuten had kunnen gaan praten van zijn enthousiasme. Maar ik ga u eigenlijk alleen maar zeggen dat we het belangrijk vinden vanuit Rotterdam om een goede band in opleidingen te hebben met deze universiteit. Als het een beetje mee zit, zal ik hier ook in 2025 weer opkomen treden voor Applied Statistics. Zo ben ik al de afgelopen jaren, denk ik, 10, 11 geweest. En zoals het naar goed Surinaams gebruik is, als je dan eenmaal weet dat je hier bent, dan word je ook meteen aan het werk gezet. En dat was ook vanmorgen zo. Ik mocht om 8 uur vanmorgen al mijn eerste college geven. Voor Nederlandse begrippen, dat is dus nogal vroeg. De professor geeft verder aan dat de postmasteropleiding een groot succes zal worden, omdat de deelnemende studenten getalenteerd zijn.